Mevrouw Truus. Goedemorgen, Herman. Al 124 dagen, hè, mevrouw Truus? Ja, Herman. Al 124 dagen. Morgen, meneer Karel. Je bent laat, Herman. Ik moest mijn zusje naar spraakles brengen. Want mijn moeder is weer in het ziekenhuis. Ziekenhuis? Het andere oog moest er nu ook uit, zei de dokter. Oh nee, dat is ook geen pretje. Eerst de emmer, meneer Karel. Ja, Herman, dat is goed. Doe je voorzichtig, Herman.
Dat het touw niet weer breekt. Ja, meneer Karel. U hebt nog steeds last van uw buik. Ik had weer van die krampen vannacht. Krampen? Maar het is toch niet goed? U wordt toch niet weer ziek? Nee, natuurlijk niet, Herman. Stel je voor. Moet mevrouw Truus de dokter waarschuwen? Nee. Zo erg is ook weer niet. Je moet niet zeggen Truus zeggen, hoor. Je hebt toch genoeg aan haar hoofd. Geloof je dat, Herman? Herman? Ja, meneer Karel. Daar komt mevrouw Truus. Meneer Karel heeft nergens last van. Ik ook niet, Herman. Kom mee naar huis, Truus. Hier is je ontbijt. We zijn op de helft vandaag. Schiet al aardig op. Dat had jij ook nooit gedacht, hè? Dat ik het zo lang zou volhouden. Zo zie je me weer hoe jij die man van je hebt onderschat. Hé, Truus? Ja, Karel. Nee, ik geloof dat je best een beetje trots op me mag zijn. En er was er nog iets dat ik je vragen wilde, Truus. Truus, ben je er nog? Ik ben het, meneer Karel. Oh, is Truus er niet meer? Oh, die gaat net naar binnen. Moet ik haar halen? Nee, laat maar. Ze heeft het druk. Daar staat hij nu helemaal alleen voor. Is ze nog steeds zo mooi? Mooi? Wie? Ik hoop dat jij later net zo'n geluksvogel bent als ik. En ook met een vrouw als Truus trouwt. Trouwen? Ik? Zo'n vrouw is meer waard dan al het geld op de wereld. Heb jij soms strekje gekookte eieren? Ik heb niet zo'n honger. Nou, graag meneer Karel. Grote schoonmaak? Je gaat me toch niet vertellen dat je klanten verwacht? Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Vertel mij wat. Een van die wonderen ligt al een half jaar in het achtertuintje begraven. 124 dagen. Dat is 124 dagen te lang. Wat is dat met die schep? Het duurt niet lang meer of ik haal hem eruit. Die man loopt. Het is dat ik nog steeds met het been van me zit. Anders zou ik nu meteen een einde maken aan die waanzin. Die kroeg mag je dan al de rust van de jager eten. Maar ik had nooit gedacht dat hij het zo letterlijk zou opvatten. Dat is Karels fles. Hij zou toch niet meer drinken zolang hij onder de grond zit? Hij is dood zonder om zo'n fles zo lang te laten staan. Ik zal nooit begrijpen waarom jij met die kerel getrouwd bent. Ik had je alles kunnen geven wat je hartje begeert. Maar nee, jij moest ze nodig met die mislukte artiest aan de haal. Nou, je ziet wat er van komt. Die paar ideeën van hem. Met busladingen zou het publiek toestromen om hem te zien. Nou, je ziet het. Geen hond. Het interesseert toch een mens of de een of andere halve gare idioot hier 3 meter onder de grond begraven ligt. Ik begrijp niet wat hij probeert te bewijzen. En intussen lijken jullie te vergeten dat ik meer dan een jaar pacht voor jullie te goed heb. Ik dacht even dat je voor de gezelligheid kwam. Ja. Misschien zouden we toch eens een andere regeling moeten treffen. Zou jij je schep niet meenemen? Nee, die laat ik hier. Als waarschuwing. Aan mijn geduld komt ook eens een eind. Zodra het gips eraf is, haal ik hem eruit. Zeg hem dat maar. Hij heeft ze uit, mevrouw Truus. Zet ze maar terug in de kast, Herman. Ach. De encyclopedie?
Is meneer aan het studeren? Dan kan hij straks de mollen les geven. Waarom geef je hem niet het telefoonboek? Dan kan hij vast de nummers van zijn schuldeisers opzoeken. Dat heeft meneer Karel al uit. Dat is niet normaal meer. Mevrouw Truus, meneer Karel die wil... Zeg het met muziek. Knul. Herman. Wat wou je zeggen? Meneer Karel, hij vroeg naar het spoorboekje. Er is unten. Komisch. Fragst du ihn etwas? Was soll ich denn sagen? Hallo? Sind Sie da? Jawohl, ich bin hier. Franz Josef Mutzenbacher. Mit Frau, Kind und Hund. Karl Himmelreich. Sind Sie Deutsch? Das stimmt genau. Na, wie geht's Ihnen? Gut, danke. Sehr gut. Hier bleiben, Franz. Sehr gut. Schöne Weiber unten. Na? Komm, machen wir ein Foto. Danke. Auf Wiedersehen. Komm, trinken wir ein Bier. Auf Wiedersehen. Wo ist denn der Adolf? Adolf! Haben Sie bezahlt? 12,50. Doe maar in de kassa. Hallo? Met de Ruste de Jager? Wat zegt u? Ja, dat is mijn man. Televisie? Vanmiddag? Ja, natuurlijk. Ja, nog steeds. Ja, goed. Let jij goed op de zaak. De televisie komt vanmiddag. Voor een reportage. De televisie? Voor meneer Karel? Meneer Karel! Meneer Karel! Wat is er, Herman? De televisie komt vanmiddag. Welke televisie? Een reportage, zei mevrouw Truus. Komen ze me interviewen? Van de televisie. U wordt beroemd. Zie je wel. Eindelijk. Ik wist het. Dan is het toch allemaal niet voor niets geweest. Weet Truus het al? Ze hebben mevrouw Truus opgebeld. Nou, die zou wel helemaal vreemd hebben opgekeken. Maar ik wist wel dat het goed zou komen. Is alles goed, meneer Karel? Ja, het gaat wel weer. Het is die maag van me, hè? Kan je me heet water brengen? Heet water? En dan kan ik me scheren. Voor vanmiddag. En maak de pijp maar een beetje schoon, hè, man? Dan zal de komende weken wel druk worden als ik op de tv ben geweest. Zijn die Duitsers al weg? Ja. Hebben ze alles afgerekend? 12 bier. Goed.
goed. Heb je de boel opgeruimd? Ik heb alle glazen gespoeld. Dan kan je nou de ramen gaan lappen aan de voorkant. Ramen? Ja, Karel wil dat alles er netjes uitziet straks. Nou, wat sta je nou te kijken? Vooruit. Typische omgeving om jezelf te begraven. Ah, u bent mevrouw Hemelrijk? Walter de Beer, niet op het beeld. Ik heb hem ongetwijfeld voor de televisie. Ja, dat moet wel, hè? Dat is onze cameraman. Onze geluidsman. We hebben wat problemen met de auto. Oh jee. Nou, niets ernstigs, hoor. Oh, gelukkig. En, hebt u het makkelijk kunnen vinden? Dat was geen probleem. Daar hebben we Kees voor. Die wordt altijd onverstaanbaar aangetrokken tot plekken waar alcohol wordt geschonken. Ik ben een liefhebber. Waar is de vroegtijdig ontslapende? Wie? Oh, mijn man. Achter het huis. Achter het huis. Krijgt hij nog een beetje zon? Beetje meer naar links. Ja, zo staan we goed. Je bent er niet zenuwachtig, hè? Nou, een beetje wel, ja. Nergens voor nodig, hoor. Oké, Kanny. Bent u klaar, meneer Hemelrijk? Ja hoor, begint u bij. Geluid loopt. Camera loopt. Interview van Walter de Beer met Karel Hemelrijk en zijn vrouw. Truus. Truus. Hoe is het om levend begraven te zijn? Er is één man die ons uit eigen ondervinding daar een antwoord op kan geven. En deze persoon is nu... Hé, hey, knul, ga daar eens weg. Kan niet. Geluid loopt. Interview met Karel Hemelrijk, take 2. Hoe is het om levend begraven te zijn? Er is één man die ons daar uit eigen ondervinding een antwoord op kan geven. En deze persoon is nu bij ons. Of liever gezegd... onder ons. De heer Karel Hemelrijk heeft zich onder mijn voeten begraven op een diepte van 3 meter. Het gaat hier om het wereldrecord levend begraven zijn. Momenteel nog in handen van een Belg, maar de heer Hemelrijk is hard op weg dit record van 247 dagen te doorbreken. Wat bezielt iemand om zich vrijwillig te begraven? In een ruimte die weliswaar groter is dan de kist... waarin we uiteindelijk allemaal terecht zullen komen... maar die we toch geenszins comfortabel kunnen noemen. En meneer Hemelrijk, kunt u mij verstaan? Jazeker, heel goed zelfs. Wat ik en met mij de kijkers zich zullen afvragen... hoe komt iemand ertoe zich vrijwillig te begraven? En voor zo'n lange periode? Waarom doet u dit? Wat heeft u ertoe gebracht? Ja, dat is niet zo 1, 2, 3 te zeggen... Ik heb er lang over nagedacht en er komt een moment in het leven dat je bij jezelf wilt onderzoeken wat je waard bent. En het is ook sport. Wilskracht en doorzettingsvermogen, dat heb je nodig. Want anders moet je er niet aan beginnen. Als je wilt,
Dan kan je bergen verzetten. U ligt nu zo'n 124 dagen onder de grond. Hoe houdt u dat vol? Zijn er geen momenten dat u denkt, voor mij hoeft u niet meer? Laat maar zitten. Ik geef de pijp aan Maarten. Wat houdt u op de been? In het begin was het wel eens moeilijk. De eerste 2 maanden vooral. Daar ben ik nu overheen. Maar voorlopig blijf ik nog liggen. Ik kan het nog heel lang volhouden. Dat is geen enkel probleem. Hoe brengt u uw dag door? Hoe verdrijft u de verveling? Wat doet u al zo? Ik heb gehoord dat u ook een televisietoestel daar beneden heeft. Inderdaad, maar dat is al een hele tijd kapot. Dus u kunt die zelf straks niet op de televisie zien? Nee, vind ik wel jammer. Maar ik lees veel en ik denk na. Meneer Hemelrijk, bent u gelukkig? Een onbescheiden vraag misschien, maar ik vraag u me ronduit. Of zijn er momenten dat u het niet meer ziet zitten? Ik geloof wel dat ik me een gelukkig man kan noemen. En ik heb een lieve vrouw, die goed voor me zorgt. Juist, uw vrouw, daar wil ik juist even naartoe. Naast mijn kijkers staat mevrouw Hemelrijk. De steun en toeverlaat van haar man. U bent zeker erg trots op hem. Ja, zeker. Hij is mijn man, hè? Uw man zit nu zo'n dikke 4 maanden onder de grond. Mist u hem niet erg? Vooral in de eerste tijd. Dat was vast erg moeilijk voor u, waarin de dagen extra lang duurden. Ja, soms was het moeilijk. In het begin. Maar ik heb mijn werk nog in het café. En ik ben trots op hem. Meneer Hemelrijk, uw vrouw heeft mij verteld dat u ook uw trompet bij u heeft. Zou u ter afsluiting voor mij en de kijkers iets willen spelen? Ja, dat wil ik wel doen. Maar fijn. Dan wens ik u verder. Ja. Ook namens al die miljoenen mensen die met u meeleven, veel sterkte. Dank u. Meneer Hemelrijk zal u een stukje op zijn trompet laten horen. Trompetspel van Karel Hemelrijk, die pas over zo'n 4 maanden zijn ondergrondse verblijfplaats zal verlaten. Dan zal de notaris het zegel verbreken en kan hij zich de nieuwe wereldrecordhouder noemen. Maar moeten wij dit nu louter zien als de zucht naar roem en bekendheid? Als bravoure? Of hebben wij misschien te maken met iemand die er genoeg van heeft te leven in een wereld vol angst en agressie? Een wereld waarin corruptie hoogtij viert. Horen wij, als wij goed luisteren naar zijn trompet, niet een protest doorklinken tegen een wereld waarin een mens steeds minder zichzelf kan zijn? Dit was Walter de Beer, Nieuws in Beeld. Goedenavond. Maf Kees. Mevrouw Hemelrijk, het was een genoegen met u kennis te maken. Is het goed gegaan? U deed het voortreffend. Wanneer wordt het uitgezonden? Dat is nog niet precies te zeggen. Dat is een programmatische kwestie. Ja. Wilt u nog wat drinken? Een biertje? Ik vrees dat we daar geen tijd meer voor hebben. Onze werkdag zit er helaas nog niet op. Nou, 1 pilsje kan toch wel? Je vergeet dat er 1000 duiven met smart op ons zitten te wachten. Duiven? De jaarlijkse bijeenkomst van duivenfokkers. Daar moeten wij vanavond naartoe. Hij weet donders goed dat ik allergisch ben voor duiven. Ik had ook liever een vrije avond gehad. Maar ik kan toch niet weer zeggen dat mijn moeder aan kanker is overleden. Ik geloof dat je het vanavond ook wel zonder je familie af kan. Nee, we kunnen niet voor of achteruit. Ja, het spijt is ontzettend. We moeten die klus laten schieten vanavond. Ja, het is helaas niet anders. Ja, natuurlijk had het ons op verheugd. Vooral Kees, dat is een echte dierenliefhebber. Hè? Ja, volgend jaar misschien. Nee,
De dichtstbijzijnde garage is hier 15 kilometer vandaan. Robert-Jan probeert de wagen provisorisch te repareren. Ja, dat is een heel handige jongen. Ja, weet hij eerst wat, hè? Ja, dat zal in de loop van de avond worden. Ja, dat staat er allemaal op. Nee, natuurlijk niet. Er is toch geen haast mee? Interesseert toch niemand? Ja, oké. Okay, jij ook, hè? Ja, we zien wel hoe we de avond doorkomen. Goed aan Ria, hè? Oh, sorry, Olga. Dag. Zo. Ziet er prima uit. Hm? Ik hoop dat u van spinazie houdt. Het eten is weer uitstekend verzorgd. Geef even kijken of onze ijverige vriend tijd heeft. Ik geloof niet dat het nog lang duurt. Nou, ik hoop dat het smaakt. Normaal serveren we geen warme maaltijden. Dus ik heb een beetje moeten improviseren. We hebben het volste vertrouwen in die kookkunst. En als u nog wat aardappelen wilt, die zijn er nog. Heeft hij maar een meneer hier, die kan wel wat krachtvoer gebruiken. Hij is vorige week getrouwd. Oh, gefeliciteerd. Wil jij dat vrouwtje van jou niet even bellen om te zeggen dat je wat later komt? Ja, dan wordt ze vast ongerust. Zie ze vanavond niet. Zo. Nou, al alleen op staan. Ze volgt een cursus. Nou ja, die cursus ken ik. Zullen we bijleren? Kom, stuur je Kees niet even op eraf. Hey. Ze volgt een cursus wandtapijten knopen. Oh, leuk. Ja. Is dat niks voor u? Voor in de kist van uw man? Mijn man? Dat het eten voor meneer Karel? Ja. Breng me weg. Ben jij dat, Herman? Ik deed het niet expres, meneer Karel. Wat deed je niet expres? Het eten. Ik heb het laten vallen. Oh, dat is niet erg. Ik heb toch geen trek. Zijn die mensen van de tv er nog steeds? Ze zijn aan het eten. Hun auto is nog steeds kapot. Nou, als Truus het nou maar niet te laat maakt. We gaan een dag Truus nog uit nodig hebben. Binnenkort, met al die mensen. Moet u nog iets anders hebben? Nee, dank je, Herman. Zal ik op mijn harmonica spelen? Liever niet vanavond, Herman. Andere keer. Ik ga ook een trompet kopen. Net als u. Ik ben al aan het sparen. Wilt u me dan lesgeven? Ja, Herman. Dat is goed. Waar is die dan? De jackpot. Zo. Champagne op rekening van meneer hier. Champagne? Kan jij dat eens even vlug halen? Champagne? In de kelder vlug. Het wordt gehaald.
Neem aan dat je de rest zelf bijpast. Liever de smaak van een fles champagne en de geur van 1000 van die stinkduiven. Wat denk je anders van het duifje achter de bar? Volgens mij heeft ze een oogje op je. Wie niet? Is anders een mooie verzameling zo bij elkaar. Een idioot onder de grond, de plaatselijke dorpsgek, een hitsig deer achter de tap. Veel erger kan het toch niet worden? Dat zijn mensen van de televisie. Ze hebben me vanmiddag gefilmd. Deze mevrouw Truus? Ze hebben gewonnen. De jackpot. Schenk jij Bart nog eens even in. Ah, dat is champagne. Mag ik even kijken? Prima. Die gaan we even snel ontkurken. Oren dicht, jongens. Is het met hem nou? Die man van jou bijna gezelschap gekregen. Ik kan er niks aan doen. Ze hebben vorige maand een collega van hem doodgeschoten. Wie heeft dat gedaan? Ja, dat weten ze niet. Ze zeggen dat het van die terroristen waren. Maar ja, tegenwoordig heeft iedereen een pistool op zak. Heeft hij al eens een flinke neurose overgehouden? Zo, is dat niks voor jou? Je bent toch al een tijdje op zoek naar mensen voor dat nieuwe programma van je. Hoe heet het? Kleine menselijke drama's. Lijkt mij een prima onderwerp. Ja, inderdaad. Zou een stukje aangrijpend televisie op kunnen leveren. Ik heb nog een babbeltje willen maken. Doe wel voorzichtig. Nee, daar zit Dickie. Dickie? Ja. Ah ja, natuurlijk. Dan ga ik toch naast Dickie zitten. Zeker wel interessant werk, hè? Bij de televisie. Oh, valt wel mee. Wilt u ook een glas? Oh, lekker. Eén glas voor de champagne. U ontmoet zeker ook een hoop mensen. Veel reizen en zo. Ja, ja. Je ziet heel wat van de wereld. Karel moest eens weten. Proost. Lekker. Vroeger dronken we dat ook. Bij de première. Ja, wij waren aan het variété, mijn man en ik. Hey, kijk eens aan, zeg. Echte artiesten. Mijn man had een kippennummer. Wat voor nummer?
met gedresseerde kippen. Dat was heel bekend in die dagen. En ik had een paar muzikale nummers. Ze vonden me echt heel goed. Ongetwijfeld. Toen kreeg Karel zijn ongeluk. Ja, hij had ook een acrobatennummer. Dan balanceerde hij met 3 stoelen op elkaar. Daar had hij erg veel succes mee. En toen moest het zo nodig met 4 stoelen. En de eerste avond al viel hij. Sinds die tijd loopt hij met krukken. Hoe konden we deze kroeg overnemen? We moesten toch ons brood verdienen. En in het begin was het nog best druk hier. Maar toen de steenfabriek ook nog dicht ging, toen bleef niet veel meer over. Dat is eigenlijk nog onze enige vaste klant. Neem nog een glas champagne. Doen we net alsof het weer première is. Ik heette Annabella. Vroeger. Het variété. Dat is Oosters. Proost. Annabella. Het was alsof de hel losbarstte. Geef mij ook maar een borrel. Arme Dickie. Hij had geen schijn van kans. We stonden tegen een overmacht. Als ik sneller had gereageerd, dan had ik hem misschien nog kunnen redden. Misschien wel, ja. Wat weet jij daarvan? Was jij erbij? Nee, ik weet van niks, hoor. Je beste vriend. In een plas bloed. Zijn eigen bloed. Het leven al uit hem gevloeid. Dat raakt je hier. Twaalf jaar lang waren we collega's. Trokken we altijd samen op. Ook buiten de diensttijd. We zaten samen bij de fanfare. Kijk. Dat is Dickie. Daar. Met die tuba. Die heeft zijn vrouw naar de veiling gebracht. Van het geld heeft ze een nieuw bankstel gekocht. We dronken altijd samen een borrel hier, na de diensttijd. Nu drink ik de zijne ook. Dat is wel het minste wat ik kan doen. Soms is het goed om over die dingen te praten. Dat er iemand is die naar je luistert. Ik ben een programma aan het voorbereiden. Een programma? Ja, voor de televisie. Een programma waarin de mens centraal staat. Menselijk. Dat was Dickie. Stond altijd voor een ander klaar. We praten in dat programma dan met mensen over hoe ze zich door moeilijke tijden hebben ingeslagen. En hoe ze door een wilskracht hun problemen hebben weten te verwerken. Zou hij daaraan willen meewerken? Meewerken? Ik? En Dickie natuurlijk. Nee. Ik zou wel willen. Maar Dickie. Nooit van zijn leven. Meneer Karel? Meneer Karel? Bent u daar, meneer Karel? Wat is er, Herman? Kan ik nog iets voor u doen? Nee, hoor. Nee, Herman, laat maar. Wat, meneer Karel? Dat afdakje. Ik kan zo mooi naar de sterren kijken. Het is een heldere hemel. Als het dan gaat regenen, meneer Karel? Hier rechtboven. Zie je die heldere ster? Op miljarden lichtjaren. Met planeten eromheen, waarop weer mensen leven, zoals wij. Ik zet het dakje naast de pijp, meneer Karel. Kan je het voorstellen, Herman? Dat op miljarden lichtjaren misschien ook iemand onder de grond zit. Net als ik, en die naar mij kijkt.
Ik moet nou echt naar huis, meneer Karel. Anders wordt mijn zusje ongerust. Die is alleen thuis. Komt Truus me niet wel te rusten wensen? Ze is druk, meneer Karel. Weet je hoe ik die ster genoemd heb, Herman? Die ster? Ik heb hem Truus genoemd. Net als mevrouw Truus. Vind je dat geen goed idee? Ik ga nu, meneer Karel. Welterusten, meneer Karel. Tot morgen, Herman. Flinke meid, ik heb tot nog toe slecht gevrijd. En met al mijn vrije vrees en leuk gezeukel. De een was mottig, de ander boos. Nummer 3 was werkeloos. Nummer 4 was scheel, de vijfde was gepeukeld. Maar nou is mijn leed gedaan. Ik zal gelukkig zijn voortaan. Ik heb een knappe vrijer op de kop getikt. En zijn mooie uniform staat mijn Willem zo enorm. Wat ik altijd zocht, heb ik aan de haak gepikt. Want mijn Willem is agent, het is een reuze flinke vent. En hij heeft een hele hoge positie. Hij zit bovenop een paard, bezig kwispel met zijn stijl. Hij is agent bij de politie. Zijn dienst soms aan, laat die paardje buiten staan. Gaat het staartje soms omhoog van lieve ziek. Maar dat is voor mij geen stop, ruim het souveniertje op. Doet voor Willem en zijn paardje met plezier. Want mijn Willem is agent, het is een reuze flinke vent. En hij heeft een hele hoge positie. Hij zit bovenop een paard, wees ik kwispel met zijn stijl. Hij is agent bij de B. Agent bij de B. Bezeerd. Hij stond dronken. Dan kan je ze wat accijns opheffen. Robert-Jan,
Alles in orde? Wat jij nodig hebt, hè? Dat is een manager. Ik ga je dood. Iemand die jou naar grote hoogte doorstoot. Dat is ook een manier om het te formuleren. Als ik in een lange blijf, ga ik dood. Begeleiding. Met de juiste begeleiding kun jij het een heel lijn schoppen. Er was hier eens een impresario. Uit de stad. Die had werk voor me. Het is gewoon een kwestie van de juiste mensen kennen. En Karel vond het niet goed. We hebben toen een ruzie over gehad. Die Karel van jou, die weet toch niet waar hij het over heeft. Denk je echt dat ik talent heb? Jij barst van het talent. En op precies de juiste plaats. Het streamt bovenkantje. Het heeft ook zo lang in de kast gelegen. Dan trek je niet uit. Zal ik je helpen? Ik heb het zelf gemaakt. Ik maak al mijn kostuums zelf. Denk je echt dat ik nog werk kan vinden? Als danseres? Of in een revue? Het is gewoon een kwestie van regelen. Dat werd tijd zo langzamerhand. Doet de auto het? Weg. Is gelukt? Ja. Ik ben een genie. Kom Kees, we trekken. Ik zal het later wel begrijpen. Tuurlijk. Dat ik nou de kans heb om te doen wat ik al die jaren gewild heb. Jij bent een verstandige vrouw, weet je dat? Het wordt wel hard werken hoor, in het begin. Ik wil eerst nog wat zanglessen nemen. Zo'n stem gaat achteruit als je hem niet bijhoudt. Weet je, ik ben ervan overtuigd dat jij het zal redden. Weet je dat? Pas op, controle. Thank you.
Meneer Karel. Goedemorgen, Herman. Weet u wat ik gevonden heb? Heb je wat gevonden? Een pistool. Een pistool? Mag ik dat houden? Nee, Herman. Geen sprake van. Dat is veel te gevaarlijk. Straks gebeuren er ongelukken. Geef hem maar een truus. Ik kan die vanavond aan Bart geven. Goed, meneer Karel. Hoe hebt u geslapen? Ik heb vreemd gedroomd. En hebt u nog last van uw maag? Dat gaat een stuk beter. Ik heb eigenlijk best honger. Heb je Truus al gezien? Nee, nog niet, meneer Karel. Zijn die mensen van de televisie hier nog? Hun auto is weg. Mooi. Dan zullen ze vertrokken zijn. Truus zal wel uitslapen. Zal wel laat geworden zijn. Eerste emmer, meneer Karel. Geef eerst het pistool maar aan Truus en vraag of ze een stevig bord havermout voor me klaarmaken. Maar eerst kijken of ze wakker is. Maar anders laat je hem maar uitslapen. En daarna de emmer. Daarna de emmer. Mevrouw Truus? Mevrouw Truus? Meneer Karel? Ja, Herman. Wat is er, Herman? Is de havermout soms op? Nee, mevrouw Truus is op. Ik bedoel, ze is weg. Wat zeg je, Herman? Mevrouw Truus, ze is weg. Niet Herman, altijd vol grapjes. Truus weg? Hoe kom je erop? Zeg, Herman, je maakt toch een grapje, hè? Nee, meneer Karel. Ik heb overal gekeken. In de slaapkamer, in de keuken. Overal. Ze is er niet. Alle kasten zijn leeg. Alle jurken van mevrouw Truus, die zijn weg. Ik heb nog geroepen, maar ze is er niet. Ach, meneer Karel. Misschien eens even een boodschap doen. Komt ze zo wel weer terug. Zullen we nu de emmer doen, meneer Karel? Nee, Herman. Ze komt niet meer terug. Het is net als in mijn droom vannacht. Truus heeft me verlaten. Het was onvermijdelijk. Eindelijk is dat gebeurd waar ik altijd bang voor ben geweest. Geef me wat te drinken, Herman. Een glas melk? Een Schotse whisky. Maar dat is toch sterke drank? Dat zou u toch niet meer drinken, meneer Karel? In de kast, naast de kassa, daar staat mijn eigen fles. Haal die maar. Maar meneer Karel. De hele fles, Herman. Ja, meneer Karel. Is het nog ver? We hebben toch alle tijd. Weet je wat belangrijk is? Dat we goed kunnen samenwerken. En dat we elkaar goed aanvoelen. Heb ik ook altijd tegen Suzanne gezet. Suzanne? Was die ook artiest? Oh, wat heet. Die was de beste. Ik was haar persoonlijke manager. Wat voor nummer deed zij? Een hele hoop nummers. We waren ook constant bezig met het instuderen van nieuwe nummers. Huh? Weet je, als jij net zoveel fantasie hebt als zij, hè, dan weet ik zeker dat wij het heel erg goed met elkaar kunnen vinden, weet je dat? Ja, kom maar!
We gaan toch niet moeilijk doen? Ik moet dat nou. Ik ga er wat voor leren. Hey, stel je niet zo aan, hè? Hey, wie denk je wel dat je bent? Hè? Hey. Rat! Dat was het enige wat ik had, Herman. Begrijp je dat? Ik werd je voor me een mislukkeling. Als ze het niet zei, dan dacht ze het wel. Maar ik heb bewezen dat ik nog steeds tot grootse dingen in staat ben. Als ze dachten dat ik uitgerangeerd was, dan hebben ze het mis. Ze had niet moeten weggaan. De pistool, Herman. Waar is dat? Dat ligt hier, meneer Karel. Laat mij eens kijken. Waarom, meneer Karel? Omdat ik dat vraag, Herman. Zal ik havermout voor u maken? Het pistool, Herman. Dank je, Herman, voor alles wat je voor me gedaan hebt. Uw trompet? Die is voor jou, Herman. Voor mij? Ik heb hem niet meer nodig. Nou, dank je wel. Ga niet maar, Herman. Ja, meneer Karel. Dag, meneer Karel. Bedankt, meneer Karel.
naast.